Eén nachtje matige vorst was er nog nodig om de ijsbaan in Nuenen klaar te maken voor gebruik. En in de nacht van zaterdag op zondag vroor het in Nuenen zo'n 8 graden. Genoeg dus om de laatste opgespoten laagwater te laten bevriezen. De Nuenense oud-prinsen hadden er weer alles aan gedaan om de ijsbaan op zondagochtend om 10 uur te kunnen openstellen voor het publiek. Compleet met koek en sopie. Vrijdag is het draaiboek in werking gegaan. En dan hebben we gelukkig een hele fijne club oud-prinsen met inmiddels wat ervaring en veel inzet. En hebben we dit in 2 dagen kunnen realiseren. En hoe is de kwaliteit van het ijs? De kwaliteit is laten wensen over, maar ja, we hebben er alles aan gedaan. En het is gewoon een dagje genieten en dan maar met iets minder ijs. Het is nog best moeilijk om te schaatsen. Is het de eerste keer dat je op schaatsen staat? Nee, de derde. En ben je al vaak gevallen? 4 keer of zo. De kwaliteit van het ijs was dus niet supergoed. Maar goed genoeg voor een zonnige zondag op echt natuurreis. Het is wel oppassen. Je zit zo met je schaatsen in een wak. Ja. Maar goed te doen hoor, heerlijk. Ja. Ja.